welkom bij deze nieuwe video, deze nieuwe Shop With Me video. Ik heb net een bakje fruit gehaald. Ik sta hier in de parkeergarage. Het ziet er niet uit als een garage, want ik ben buiten. Maar ik ben op de hoogste verdieping en die is buiten, zeg maar. En ik ben hier ook expres gaan staan omdat ik de belichting nodig had. Anders kon ik deze video niet beginnen. Anders was het hier helemaal donker geweest. In ieder geval, ik praat alweer te veel onzin. Vandaag weer een Shop With Me. Ik ben weer terug in Nederland. Hebben jullie genoten van mijn Spanje vlogs? Ik hoop het wel. Ik ga vandaag naar de Eurowinkel, de 1 euro winkel. Vroeger had je die winkels gewoon echt, ik noem het de Eurowinkel, maar het is geen Eurowinkel eigenlijk. Het is gewoon een winkeltje met echt van alles wat echt super goedkoop is. Wel echt rond die bedrag. Echt rond 1 euro, 50 cent, 2 euro, 3 euro. Echt alles is spot goedkoop. De winkel heet Solo. Deze zijn echt lekker. Wat is het? Meloen of zo? Ik weet niet wat het is, maar het is echt lekker. Fruit mukbang, Shop With Me. En ik dacht, ik ga daar gewoon wandelen, winkelen, gewoon letterlijk kijken of ik iets moet hebben. Waarschijnlijk niet. Dit wordt gewoon één grote impuls aankoopvideo. Maar ik vind die winkel altijd heel leuk, want ze hebben echt letterlijk van alles. En ook de meest grappige shit. Dus ik dacht, ik neem jullie mee vandaag en dan gaan we samen winkelen. Ik weet niet waarom ik zo overbelicht ben, maar oké. Okay. Oh, nou is het weg. Oké. Okay. Het is maandagmiddag, dus het is waarschijnlijk niet zo druk. Ik ben al even in de stad, want ik moest ook iets terugbrengen in een andere winkel. En het was echt super leeg, dus... Dat vind ik altijd heel fijn, want filmen in het openbaar is al awkward. Laat staan als het ook nog eens druk is. Als je je afvraagt, als je al in de stad was, waarom ben je dan nu weer in de parkeergarage? Omdat de winkel waar ik moest zijn is aan het begin van de stad en deze winkel aan het einde van de stad. En de girl is te lui om heel die afstand te wandelen, dus ik ben gewoon van garage veranderd. Ik ga mijn fruit eten. Ik heb hier ook dit. En dan gaan we vertrekken naar de winkel. We zijn in de stad. Dit is by the way Tilburg. Nou mensen, dit is de winkel. Dus hier gaan we naar binnen. Kijk hoe leuk. Je hebt ook echt veel van die feestdingen. Moet ik een mandje hebben, denk je? Vast wel. Jongens, de stad is zo leeg. Ik ben er echt blij mee. Oké. Wat hebben we hier allemaal? Een mok. Hebben we een mok nodig? Super blij met de lieve mama als jij. Oh, als mijn kinderen niet dit soort mokken halen voor mij, dan ben ik niet blij. Deze zijn ook wel cute. Kijk, je kunt ze op heel veel manieren dragen. Kijk, 4 manieren. Is wel leuk, maar moet ik dit echt hebben? Nee, moet ik hier überhaupt iets hebben? Nee. Ook heel leuk voor over je badpak heen of zo. Dit is echt zo Hollands. Dit geeft mij action vibes. Zwemspullen voor in de tuin. Nou, hier hoef ik niks. We lopen door. Sandaaltjes. Deze zijn cute. Kijk deze, hoe glitterig. Velle kleurtjes allemaal. Echt ideaal voor op het strand. Ook wat strandhoeden die mij niet staan. Want ik heb krullen helaas. Anders had ik ze echt gehaald. Wow, je hebt echt best wel veel. Kijk deze leuke roze. Ik vind deze oprecht wel leuk. Ze voelen ook best wel zwaar aan. Best wel goede kwaliteit ofzo. Sieraden. Wat is dit? Wie haalt dit? Oh, dit is cute. Beetje Arabisch. Wat moet je hierin doen? Ik vind het heel leuk, maar ik weet begon niet wat ik hierin zou moeten doen. Maar het is wel echt heel cute. Jewelry box, ook altijd handig om te hebben. Het is dat ik die al heb, anders had ik hem gehaald. Oeh, mooi. Maar ik draag alleen maar goud. Hebben ze goud? Ik zie niet echt hele leuke sieraden of zo. Dit soort haarbandjes heb je misschien iets van wat moet je ermee. Maar ik gebruik die altijd in mijn video's. Dus ik vind die echt heel handig. Ik wil ze allemaal. Ook wat haarproducten. Dit is op zich wel altijd handig om te hebben. Kijk dit hoe leuk. Maar ook dit is wel iets voor als je echt stijl haar hebt of zo. Of wander ik gewoon een vlecht toe. Ik ga het halen. Steentjes voor in je haar. Waarom heb ik geen stijlhaar? Deze moet ik hebben van dit soort mini stiekjes. Oké, wat hebben we hier voor feestspullen? Allemaal feestdingetjes, spelletjes en zo. Ik vind dit altijd zo leuk. Wie ben ik? Is echt een leuk spel. Ik denk dat ik hem gewoon ga halen. Gewoon voor lol. Vriendschapsarmband. Die afdeling slaan we over. Oeh, dit is wel cute. Oké, nou hier is niet echt iets wat ik moet hebben. Is meer voor verjaardag of whatever. Op zich is dit wel handig. Als ik een moeder was, dan had ik echt continu van dit soort shit gehaald. Ik vind het altijd echt heel leuk, maar wie gebruikt dit nog? Zijn er mensen die echt nog zo'n wekker gebruiken? Wat hebben we hier? Ik ruik hier allemaal van alles. Alles hier heeft een shirtje. Sokken. Altijd handig om te hebben ook. If you can read this, give me a hug. Wie gaat er nou zo close op jouw sokken letten? Ik ga stuk. Dit zijn allemaal mannen sokken. Echt zo goedkoop allemaal. Kijk even deze prijzen kappen. Nou, 1,50. Wel hele grappige sokken. Oh, cute.
Hoi. Oeh, deze moet ik hebben. Deze is net opgegaan. Misschien dat ik gewoon deze haal. Hij is wel duur. 6 euro. Wajow. Kaarsdingetjes. Kijk, ze hebben hier echt van alles. Random strijkkudding. Kussentjes. Oké. Okay. Beyoncé. Dit soort dingen zijn ook altijd heel handig om te hebben allemaal. Dit is allemaal niet echt iets voor mij. Oeh, we komen bij de keukenspullen. Do we need something? The girl kookt echt nooit. Dus ja, alleen maar als ze op dieet is. Schoonmaken doen we ook niet aan. Nee, grapje. That's a lie. So cute met een hartje. Dat is wel echt te cute. Je bent geweldig. Alles hier is zo cringe. Oeh, waterflessen. Ik heb me toevallig net aangemeld voor de sportschool vanochtend. Maar ik heb al een aantal waterflessen eigenlijk. Oeh, borstels. Ik heb er net eentje gehaald. Maar nou heb ik spijt, want ze zijn hier veel goedkoper. Wat een gezeik. Oh, love it. Love it. Love it. Love it. Zoveel spiegels. Oh my gosh, make-up. We gaan hier nou 3 jaar staan. Kijk deze make-up organizers. Ik heb er echt al heel veel. But do I need more? Misschien wel. Kijk deze sponsjes. Dit gaat toch niet goed zijn. Oh mijn god, hij is echt tyfus hard. Nee, doe normaal. Dit is allemaal zo cheap. Maar oprecht, dit is wel echt oprecht handig hoor. Een soort organizers. En zo eentje heb ik nog nooit gezien. Hij gaat zo rond, zeg maar. Oh, hij kan er ook gewoon af. Oké. Oh, hij valt. Kijk deze wimpers. What are those? Wat is dit? Ze hadden hier vroeger wel hele goede wimperlijn. Maar nu hebben ze die vervangen hiermee. Misschien is hij wel goed. Schilderen is altijd heel leuk. Eush, dit is zo 3D. Kijk dit. Wat is dit? Oké, het is hier ineens heel druk geworden. Nog meer 3D. Wat is dit joh? Is het een placemat of zo? Ik zou hier echt hoofdpijn van krijgen. Kijk tot hoe hoog dit helemaal gaat allemaal hier. Wauw. Een paar hoofden daar. Lekker knutselen. Ik wilde vroeger altijd zo die knutselpersoon zijn, maar ik ben het echt niet. Wat frusseltjes, glittertjes. Dit soort pennen had ik altijd op school vroeger. Een joint pen. Kap nou. Hoe verzinnen ze het? Dit zijn letterlijk gewoon allemaal pennen. Ik ga stuk. Dit is wel echt hilarisch. Zeemermijn. Oh, hij is ook echt zacht. Ik ga stuk. Oeh. Deze zijn leuk. En hier hebben we de saaie normale pennen. Happy 36. Ah, voor baby's. Kijk even deze maskers. Ik wil altijd zo graag naar een gemaskerd bal of een gemaskerd feest of zo. Maar die heb je hier gewoon niet echt. Maar ik zou zo graag een keer zoiets op willen doen. Dat zie ik altijd in films en zo. Kijk deze. Stop it. Weet je wat ik altijd grappig vind in films? Ze doen dan dit op en dan ineens ben je onherkenbaar. Als jij iemand bent die ik ken, dan had ik je herkend. Deze wit is ook echt cute. Nu ben ik onherkenbaar. Dit is echt de winkel als je een feestje hebt. Ze hebben hier zoveel dingen voor een feestje, voor verjaardagen vooral. Kijk, dit allemaal roze. Oh, dit wil ik. Birthday princess, dat ben ik. Vroeger altijd als iemand mij vroeg wat ik wilde worden als ik groot ben. Prinses. I love it. Echt, I'm living my fantasy. Neon make-up. Ik ga stuk. Stel voor je, komt gewoon hiermee aan. Deze brillen. Laat me even mijn zonnebril opdoen hoor. Moment. Kijk deze. Oh mijn god, ik ga mijn hele make-up hier verkloten. Maar oké. Wat ben ik aan het doen? Even serieus. Oké, genoeg ongein. Oeh, hier is veel shizzle. Hier is allemaal rokjes. Ik denk gewoon voor kinderen of zo. Hier zijn allemaal pakjes. Oeh, bridal dingen voor een bruid. Dat is wel echt heel leuk. En alles is ook echt spotgoedkoop. Kijk even die prijzen. Allemaal 3 euro, 2 euro. Misschien wel handig als ik een keer een look wil maken of zo. Als ik iemand wil namaken of zo. Allemaal hoedjes. Spray voor in je haren. Deze paraplu's. Ga je hier echt iets aan hebben? Nee. Zijn ze leuk? Ja. We gaan hier naar binnen. Deze winkel is echt hilarisch. Altijd als ik hierheen ga, dan kom ik ook gewoon echt gewoon voor niks. Gewoon letterlijk gewoon voor de lol. Gewoon om te zien wat ze hebben. De winkel beslist voor mij wat ik moet hebben in plaats van andersom. En ze hebben hier ook echt van alles. En het is niet allemaal onzin. Ook gewoon echt dingen die je echt zou moeten hebben en zo. Dus. Of ja, echt zou moeten hebben waarvan je denkt dat je het echt zou moeten hebben. Kijk, net als dit. Dit is allemaal oprecht handig voor in je tuin. Als je gaat barbecuen en zo. Dit is zo handig voor op reis. Ik had zo een spijt dat ik die niet had. Oeh, luxe. Een piñata. Piñata, hoe heet dit? Oh, oeps. Je kunt hier zo allemaal snoep in doen en dan kapot slaan. Nou, godzijdank heb ik een kar, want hij is helemaal vol. Oké, ik heb wel een beetje nu genoeg van al het feestgedoe. Ik heb andere dingen nodig, maar we zijn al bijna klaar. Oeh! En oeh! Wat is dit? Versierhulpje? Oh, om zo'n ding te maken. Zo'n, dit.
Oh, ze hebben ook van alles voor diertjes, voor hondjes. Kijk, deze hondenmanden. Oh my gosh. Maar ik heb geen hond, ik heb een kat. Dus hebben ze ook iets voor een kat? I don't know. Ik zie tot nu toe alleen maar voor honden. Kijk, deze hondenriemen. Dit is wel cute. Oh, ze hebben wel een katkrabpaal, dat wel. Maar oh, hier is ook wel wat voor een kat, maar niet heel veel. Wat voor een kat, dat ruimt. Haha. Ja, er is niet heel veel voor katten. Ja, hier wel ook weer wat. Maar mijn kat speelt echt met niks, dus heeft helemaal geen nut. Wat handige bouwdingetjes, klus, spullen voor je fiets. Wat even. Heel handig voor je bril. Hij is wel echt heel bulky, dat wel. Maar wel heel mooi. Maar ik vind hem iets te, ja, bulky. Portemonneetjes, een passenhouder vind ik ook altijd heel handig als je niet een hele portemonnee wilt meesleuren. Mannen hebben die heel vaak. Deze portemonnee is oprecht wel cute. Kijk deze tassen. Ze hebben gewoon tassen. Ik ga stuk. Rugtassen, normale tasjes. Kijk deze allemaal hier. Deze is oprecht wel leuk hoor. Ik zou dit echt gewoon dragen. Echt cute. Groen is nou helemaal in. Deze vind ik ook wel leuk hoor. Als je gewoon dit stijlt met een leuke hippe Zara outfit, dan is het oprecht wel gewoon leuk. Deze ook. Ook heel cute. Hier nog een hoekje met allemaal handig prul. Dat is gewoon deze winkel. Deze winkel is gewoon prul. Handige prulwinkel. Kijk dit. De spaarpotjes. Ik ga stuk. Parfum. Kijk, allemaal verschillende parfums. Ook sets voor als een cadeautje. Beetje action vibes weer. En we zijn bijna klaar, jongens. Hier nog wat sleutelhangers. Ja, en that's it eigenlijk. Ik ben weer thuis. Ik ben kapot. Ik moest op 3 pakketjes ophalen. En 2 van die 3 pakketjes waren zo zwaar. Ik ben uitgeput. En het is vandaag 24 graden. Vraag me niet waarom ik een coltrui aan heb met 24 graden. Maar oké, daar gaat het niet over. Ik ben thuis. En ik ga jullie laten zien wat ik heb geshopt. Ik heb een hoop geshopt. Meer dan dat ik had verwacht. Het was ook duurder dan dat ik had verwacht. 83 euro. Oké. Ik ga jullie alles laten zien. Zien, haltij. Oké, Keetjes, dit is dan de tas en hij zit echt vol met echt van alles. 83 euro, ik schrok echt, maar oké. Laten we alles gaan unpacken. Let's see, ik heb dus dit spelletje gehaald, Wie oh Wie. Normaal heette die altijd Wie ben ik. Is dat gewoon veranderd of is dat gewoon omdat dit een ander soort spel is of zo? I don't know, maar basically is dit hoe ik het ken, Wie ben ik. Was echt goedkoop, like 10 euro of zo. Dus ja, die leek mij gewoon leuk in huis als er iemand een keertje is en we hebben niks te doen of zo. Heb ik een leuk spelletje. Ook handig om te hebben deze, wat ik jullie dus had laten zien. Ik ga mijn volgende reis die al vaststaat is in september. Maar misschien ga ik ervoor nog weg. In ieder geval, wanneer het ook is. Dit is handig om te hebben als je gaat vliegen. Dus hier ben ik heel blij mee. Hij was duurder dan dat ik had verwacht. 17 euro, what the f. Ik heb dus dit gehaald hier voor in mijn slaapkamer. Ik hoop dat hij lekker ruikt. Ik weet niet eens. Er staat op rose en ik hou altijd wel van rose geur. Ik ga hem even openen. Hier staat dus op hoe je het moet doen. En dat heb ik gedaan. En nou hebben we dit. Ik vind het wel echt heel cute. Ik moet alleen zeggen dat het niet super lekker ruikt. Het doet me een beetje denken aan haarverf. Als je ooit je haren hebt gekleurd, dan weet je wat ik bedoel. Ik ga hem zo hier plaatsen. Want hier is die andere. Deze is op. Deze rook heel lekker. Was gewoon van de kruidvat volgens mij. En nou komt deze hier te staan. Deze is wel een stuk mooier, dat wel. Ik heb dus ook deze sandalen gehaald. Ik ga stuk. Ik heb 1 maat te groot gepakt, want van slippers moet ik altijd 1 maat groter. Ik weet niet waarom. Ik ga ze even aandoen. Ik weet niet eens of ik ze wel pas. Oh ja, ik pas ze. Ik ga stuk. Ik vind ze oprecht cute. Kijk dit. Dit is op zich echt ideaal voor op het strand en zo. I like it. En ze passen goed. Heel cute. Ik heb ook deze stranddoek gehaald die je dus op verschillende manieren kunt wikkelen. Wat dus hier staat, dit is hoe ik het altijd wikkel om mijn badkleding heen. Heel handig, heel cute, heel mooi op een witte of een zwarte bikini of een nude bikini of zo. Ik heb ook dit gehaald. Ik weet niet waarom, is gewoon altijd handig om te hebben. Plasters. Ik heb deze pen gehaald, vraag me ook niet waarom, want ik schrijf echt amper wat op, maar ik weet niet, ik denk dat ik het gewoon bij mijn moeder ga neerpleuren in haar pennendingetje. Zij gaat echt iets hebben van wat de F, maar oké. Ik heb ook sokken gehaald, witte en deze nude. Heel handig met een bepaald soort schoenen. En ik heb een heleboel haarbandjes gehaald. Zoals ik al zei, deze zijn altijd handig voor in mijn video's. Dus jullie gaan ze nog zeker zien in mijn video's. Ik heb zwart, zilver, beetje wittig. Deze is wel heel cute. Deze blauwe en deze random
ja, bloemetjesachtige haarband. Dus deze is altijd heel handig om mijn haar naar achteren te houden als ik me opmaak. Dus ook wanneer ik geen video maak, altijd wanneer ik me opmaak en mijn haar los is, moet ik zoiets indoen, want dan blijft mijn haar uit mijn gezicht. Dus ik heb er weer een paar bij. Ik heb ook deze wimper- en huidlijm gehaald. Ik ga stuk. Ik ben heel benieuwd. Die andere van hun vond ik altijd heel fijn. Dus ik ben benieuwd hiernaar. Ik ga hem even opmaken. Ja, dit is wel echt een andere dan die ik gewend ben van hun, maar... ja, yeah, we will see. Hopelijk plak ik niet mijn hele ogen vast. Ik heb ook deze mini spiegel gehaald. Waarom heb ik die gehaald? Want ik moet zeggen, ik heb er hier echt al genoeg in huis. Maar voor op reis, als ik bij iemand anders slaap of gewoon letterlijk voor op reis naar een ander land of whatever, is het handig als je zoiets bij hebt. Want geloof me, een heleboel plekken hebben op de een of andere rare manier geen enkele spiegel om je goed in op te maken. Dus zoiets is heel handig voor op reis en hij is dubbelzijdig en niet al te groot. Dus dat is fijn, daarom heb ik hem gehaald. Ik heb hem even opengemaakt. Hij is wel makkelijk in elkaar te zetten, volgens mij. Je hebt dus twee kanten. Eentje is normaal en de andere kant is zo inzoomen, zeg maar. Je zet dit echt heel makkelijk in elkaar. Nog deze zo even klaar. Dat ga ik nu niet doen, want ik wil hem dus hierin houden. Want hij gaat hierin mee op reis. Dan gaat hij ook niet kapot. Ik heb deze wenkbrauwtrimmers gehaald. Deze gebruik ik altijd als ik snel van mijn wenkbrauwharen af wil en geen zin heb om te epileren. Ik heb ook deze gehaald. Ik weet niet echt precies waarom, maar als ik ze moet hebben, dan heb ik ze. En ook deze kleine mini elastiekjes. Ik gebruik alleen maar de zwarte, maar ze waren echt super cheap ass. Dus ja, gewoon handig om te hebben. Misschien moet ik ooit een wit hebben of zo, ik weet niet. Ook een wire. Deze gebruik ik altijd bij mijn make-up. Als ik mijn gezicht heb gespreid en wil dat het snel opdroogt, dan kan ik deze gebruiken. Ik heb er al één, maar ze gaan allemaal zo snel kapot, dus nou heb ik een backup. En last but not least, ik begon niet wanneer ik dit zou gebruiken, maar ik heb het. Dus dit zijn van die vlechtversiersels. Dus wanneer ik een vlecht heb, dan ga ik hem zeker gebruiken. Ik ben benieuwd. En that's it, jongens. Dat was het. Het is hier nu echt een bende. Nou mensen, dit was het dan. Dit was het einde van mijn Shop With Me video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik weet dat jullie Shop With Me video's altijd heel leuk vinden. Dus ik ga ze ook echt vaker maken. Let me know wat voor winkels je nog meer zou willen zien. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei! Bye.